Een van de belangrijkste aanjagers van 3D is natuurlijk de Sony PlayStation, waar er honderdduizenden zijn. En we kijken hier naar een 3D-game. Ziet er niet leuk uit, hè? Want het is alleen maar wazig. Maar je moet natuurlijk zo'n bril opzetten en André Schild heeft hier zo'n bril op. Is ook gamer als hij tijd heeft. En vertel eens, André, wat merk je nou iets van een nieuwe dimensie als je aan het gamen bent? Ja, met name als ik doodga met die explosies. Die komen echt gewoon naar je toe. En dan krijg je bijna zo'n effect van wow, ik wil niet zelf beschadigd worden. Maar ja, leuk. Echt. Zuigt je wel de game in? Ja, zeker weten. Niet bij alle games. Ik ben het ook op de 9e etage geweest waar ze schietspelletjes hadden. Killzone. Dat viel toch een beetje tegen. Dus het verschilt wel per game. Ja, je moet dus gewoon kwaliteit gamemakers hebben om er echt gebruik van te maken. Ja, zeker weten. Ja. Maar als het wordt uitgevoerd, dan kan het zeker iets toevoegen. Erg mooi. Ja. En wat vind je zelf om een bril op te hebben? En wat vind je überhaupt van die brillen met die 3D-ervaring? Is het de moeite waard? Nee, die bril is volgens mij de reden waarom het, denk ik, nog niet zo gaat aanslaan. Ik heb zelf geen bril of slecht zicht, maar stel nou dat je zelf een bril hebt. Krijg je dan een bril op een bril? Of hoe gaat dat dan? En ik denk dat het na een aantal uur, bijvoorbeeld Lord of the Rings Extended Version van 3 uur, dat je dan echt nekpijn gaat krijgen. Dat denk ik wel, ja. Ja. En je kon niet lekker op de bank liggen? Nee, als je, dat valt eigenlijk altijd op. Zodra je je hoofd tilt, dan is het 3D-effect weg. Zodra je je hoofd dus echt op 45 graden plat legt, nu ook, dan zie je gewoon twee laagjes. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Maar het is inderdaad, het is bedoeld voor die kijkervaringen van intensieve films, intensieve games. Een klein percentage van de kijktijd en dan erin gezogen worden. En dat doet het wel. Kort en bondig dan werkt het wel. Maar als je gewoon 3 uur lang aan het gamen bent of een film aan het kijken bent en je doet een beetje zo, dan is het vermoeiend en het 3D-effect is een stuk minder. Ik heb dus nog geen duidelijke ja of nee of 3D-gamen nou gewoon een hit gaat worden. Maar het effect is er zeker, het is een nieuwe dimensie. En ik heb dus nu zo'n bril op en het ziet er inderdaad cool uit.